Gisteren in het RN7 regionieuws was te zien hoe inwoners van Nederasselt massaal in opstand kwamen tegen de mogelijke komst van een groot asielzoekerscentrum in een dorp. Gisteravond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, was er ruimte voor inwoners om in te spreken over dit onderwerp. Verschillende inwoners lieten tegenover de verantwoordelijke wethouder weten waarom zij dit geen goed idee vinden en de opkomst was behoorlijk fors. Ja, de opkomst is zeker fors, want ik zie mensen met grote getalen hier naar binnen lopen. Dus het speelt zeker wel hier in de buurt. Nou, vanavond gaan we verschillende bewoners te horen krijgen over hoe zij er tegenaan kijken. En van daaruit wordt er natuurlijk volgende week een beslissing genomen. Ons dorp zo klein, zo veilig en gastvrij. Onze gezellige buurt rustig, groen en saamhorig. Midden in het hart van dat dorp, midden tussen de bewoners van onze buurt, wil de gemeente Heumen 150 of misschien wel meer asielzoekers plaatsen. Het maakt me enorm verdrietig, boos en bang. Zoek een plek niet meer in een dorpskern. Dat zou leiden tot ontwrichting voor onze gemeenschap. Een buitensporige last voor ons kleine hechte dorp. Want nee, Nederasselt is niet tegen asielzoekers. Maar er heerst wat angst. Angst voor wat de gevolgen zijn voor deze plannen. De berichten die wij uit Graven krijgen. Waar mensen samen de deur niet meer uit durven. Wij zijn niet tegen asielzoekers, maar dit plan van 150 asielzoekers is te groot voor Nederasselt met 800 inwoners. Wij zijn uit een idioot plan. Er wordt heel erg gehamerd op overlast, onveiligheid, criminaliteit. Er zijn ook locaties in de landen waar mensen harmonieus samenwonen. En natuurlijk, in elke doelgroep, maar ook bij onze inwoners, zijn er zogenaamde rotte appelen. Dus dat kan je nooit voorkomen. En ik begrijp die angst dus wel. Op basis van de spreidingswet zou Nederasselt zijn 7 asielzoekers op moeten vangen. Zij zijn met hun hele gezicht echt van harte welkom bij ons. Om zelfs met ons en zelfs met onze hulp een nieuw leven op te bouwen. Maar deze omvang, deze aantallen kan ons dorp niet dragen. Ook dat zou nog in het verdere proces moeten landen natuurlijk. Je kan het zo opzetten dat het ook een meerwaarde heeft voor de samenleving. Ja, en over het proces wordt ook wel aangegeven van er is nu maar naar één plek is er eigenlijk gekeken. Mm-hmm. Nou, die ene plek was in onze optiek namens het college de beste plek. Maar als de politiek een vergelijk wil kunnen maken tussen verschillende locaties, ja, dan hebben wij dat uit te voeren natuurlijk als college. Dus dan gaan we dat ook doen. GroenLinks, voor politiek dichtbij valt te lezen en samen met de mensen. Het beste GroenLinks. Wij zijn hier allemaal samen en wij willen gehoord worden. VVD, jullie zeggen een gemeente waar het goed wonen, opgroeien, werken en ontspannen is. We doen het samen. Beste VVD, hier zijn wij. Wij willen het samen doen. D66, jullie zeggen het bestuur dichter bij de mensen brengen. Om mensen invloed op hun eigen omgeving te geven. Beste D66, luister naar ons. Het is onze omgeving, maar het gevoel van invloed is verdwenen. Jullie hebben een taak om naar onze burgers te luisteren. Zorg ervoor dat volgende week de gemeenteraad geen doodvolle steek voor het mooie Nederlandselt. Mensen hebben ook het idee dat ze juist niet voldoende worden meegenomen. Begrijpt u dat? Ja, maar ook dat is een uitvloeisel van het proces. We hebben gemeend om eerst te formuleren, ja, is het een mogelijkheid? En daarna pas met alle mensen in gesprek te gaan om te kijken of die mogelijkheid ook kan landen daar. Want als je van tevoren al zegt van nou, we gaan het daar doen en daarna mogen mensen pas meepraten. Ja, dat is niet zoals wij willen werken in de gemeente Heumen. Aankomende week wordt misschien wel een hele spannende, maar ook drukke week. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk dat we nog wat huiswerk moeten maken en dat de raad uiteindelijk volgende week donderdag een besluit zou moeten nemen over welke kant zij op willen gaan. En daar zullen wij als college iets van vinden. En ik denk dat we wel gezamenlijk tot een goede richting kunnen komen. De commotie was inderdaad groot. Verschillende bewoners hebben gesproken en ze hebben vooral aangegeven zich zorgen te maken over de veiligheid. Ze maken zich zorgen over de toekomst. Waar gaan deze kinderen uiteindelijk naar school? Ze maken zich zorgen over de ontwrichting van hun eigen dorp, maar ook over welke voorzieningen zijn er eigenlijk. Desondanks werd het door de raad goed opgevangen. Zij gaven terug, jullie als bewoners hebben jullie goed voorbereid. Jullie weten waar jullie het over hebben. Ook goed dat ze met zo'n grote aantallen kwamen. Maar ik sprak net al verschillende bewoners en een van die bewoners gaf toch wel aan toch wel het vertrouwen niet helemaal te hebben in wat volgende week de uitspraak wordt. Ja, ik heb het idee dat het eigenlijk allemaal een heel eind al beklonken is, zoals het op mij overkomt. Aangezien ze ook over andere locaties wordt echt niet gesproken, daar willen ze niks van zeggen. We zien de problemen van Graven, die ellende die daar is. En daar word je nou dan even zo letterlijk in de schoop geworpen. Ik vind het nogal.
Volgende week is natuurlijk de uitspraak. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik hoop dat ze werkelijk, wat ze enigszins een beetje beloven, nog werkelijk willen kijken naar meerdere locaties. Maar aan de andere kant, ik weet niet of ik er vertrouwen in kan hebben. Ik denk, de sprekers van Nederasselt hebben toch ook wel heel, heel mooi en duidelijk een goed verhaal verteld, vind ik. En ik hoop dat er enigszins naar geluisterd wordt en iets mee gedaan wordt. Maar we gaan het volgende week meemaken. Dus we zijn zeker van de partijen volgende week.